Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 25 juli van Weerplaza. Het was vandaag een wisselvallende dag met overwegend veel bewolking voor het oosten van het land, meer opklaringen naar het westen en vooral de buien in het oosten. Het weer van vandaag ging samen met een lage drukgebied dat lag boven Duitsland en het trekt geleidelijk aan naar het oosten van Europa. En wij krijgen te maken met een rug van een hoge drukgebied. Dat ligt op het moment boven de Noordzee en dat komt geleidelijk aan onze kant op. De buien van vandaag die kunnen we op de radarbeelden wel goed zien. Met name dus boven het oosten van het land. Daar trokken regelmatig buien van noord naar zuid voorbij. Maar vanavond dan blijft het in het westen vrijwel droog en klaart het op. In het oosten is eerst nog een enkele bui mogelijk... Later vanavond verdwijnen de meeste buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. De wind neemt geleidelijk aan af en het koelt af naar 13 tot 14 graden. En morgen is het voor de verandering een tijd lang droog, in ieder geval tot de avond. Eerst schijnt de zon geregeld in de loop van de middag en avond raakt het vanuit het zuidwesten bewolkt en het gaat regenen. Het eerst in Zeeland, maar pas rond middernacht in het noordoosten van het land. En met 20 tot 23 graden in de middag is het warmer dan de afgelopen dagen. Maar helaas de komende dagen dan wordt het weer wisselvallig. Vooral donderdag, vrijdag en zaterdag kunnen er dan weer een paar buien gaan vallen en de temperatuur gaat weer naar beneden naar zo'n 19 tot 23 graden. En wat opvalt is dat de wind weer hard gaat waaien vanuit het westen. En als we gaan kijken naar de neerslag voor de komende 15 dagen, dan zien we dat het wisselvallig blijft met dagelijks een paar buien. En dat de temperatuur de komende tijd zo rond een graad of 20 ligt. Dus zomers warmte zit er voorlopig niet in. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.